Ja, Sjak hier, Club 77. Je hebt nu voor een topper gekozen. Een hele zware 9,7% porter van onze vriend Kees uit het Hellemondse. Ja, een porter. Het zal zo zwart als de nacht zijn, het bier. Het heet Buurtschap. Er zit een hele hoop mouten in. Er zitten een hele hoop suikers in, bastardsuiker. En ik weet dat Jonies van Anijs erin heeft gegooid. Nou, er komt wel een heel mooi toetje. Komt langzaam omhoog. Er zit nog wat nagissing op de fles dus. We gaan hem inschenken en ik verwacht een gitzwarte kleur. En dat heeft hij ook. Geen biertje voor beginners. Dus als je denkt, ik ga eens een porter van de Buurtschap pakken. Maar ik weet dat wij hier in Club 77 een hele hoop liefhebbers van dit bier hebben. Ik denk voor Kees dat wij ook misschien wel de grootste klant van de porter Buurtschap zijn. En ik ga je nu vertellen waarom. Mooi kraag. Niet te dik. Wauw. Koffie. Cacao. Niet te bitter. Hele volle smaak. Maar ik weet dat er bastardsuiker bij zit en anijs. Dus het krijgt toch een hele andere smaak tinten dan je normaal gewend bij een porter. De schuimkraag was hoog, die zak wel langzaam weg. Het is een hele volle, dikke smaak. En niet zo wrang, zo bitter als je bij andere porters wegwint. Hij is gewoon heel erg lekker, soepel, drinkbaar. Niet eentje voor op het terras, maar wel weer om met je vrienden een goed gesprek te voeren. Of te genieten van goed bier. Doe je het gewoon thuis, pak een stukje vlees erbij. Zwaar vlees, bief, dik vlees. Niet te gekruid. Een beetje, ik denk een goede varkenshaas, ook wel misschien wat pepersaus. Maar dit is een bier om van te genieten. 9,7%, je slaat ze niet zomaar achterover. Klasse bier. Proost, laat even weten wat je ervan vindt. Tot de volgende keer.